Goedenavond. Londen is een zelden geziene verzamelplek voor wereldleiders momenteel. Ze zijn naar de Britse hoofdstad gereisd voor de begrafenis van koningin Elizabeth morgen. De Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill zijn gisteravond al geland. Ook de Japanse keizer en keizerin zijn aangekomen. En koning Philip en koningin Mathilde voor ons land. Koning Charles die heeft ondertussen ook al de premiers van Canada, Australië en Nieuw-Zeeland ontvangen. En heel wat wereldleiders zijn de kist nog gaan groeten in Westminster Hall. In totaal zullen ongeveer 500 staatshoofden, regeringsleiders of afgevaardigden de uitvaart van de Queen bijwonen. En gewone Britten die staan ondertussen nog altijd in de rij om hun koningin een groet te brengen. Met veel geduld en heel veel uren lang. Tot morgen vroeg blijft de Queen in Westminster Hall. En ook 's nachts gaat dat aanschuiven en groeten door. Onze ploeg bracht de voorbije nacht bij de wachtende Britten door. Ook 's nachts kronkelt de queue langzaam verder door Londen. Langs de River Thames schuifelen duizenden geduldig verder. We traveled from Yorkshire. I think it's 5 o'clock in the morning. We joined queue at 8:30 last night. Stewards were telling us that they were cleaning the hall, but we're eager to get moving now. Heel wat mensen vonden het een goed idee om ook hun kinderen mee te brengen. Soms zijn er foliedekens nodig om hen warm te houden. Yeah, that's my son. Then he was like moaning for 1 hour that he wants to go to hotel, but then there was a gentleman and he gave him some sweets and he started to be okay then. Het succes van deze uiterst gedisciplineerde en rustige rij zit hem ook in de informatie. Wie aanschuift krijgt voortdurend updates. 4 to 5 hours, yes. Not what you expected. No, we thought we were closer. It's like the next bridge. Why is it 4 to 5 hours? That's 2 movies. Samen uren aanschuiven terwijl de zon boven Londen stilaan opkomt, lijkt voor velen betekenisvoller dan een glimps van de kist in Westminster Hall. En dan naar Azië, want een zware aardbeving heeft Taiwan getroffen. Er is tot nu toe sprake van 1 dodelijk slachtoffer. De beving had een kracht van 6,8. Het epicentrum lag 1,50 km ten noorden van Taitung, op zo'n 7 km diepte. In de stad Juli raakten 4 mensen bedolven onder een gebouw van 3 verdiepingen. Ze zouden wel gered zijn. Er zijn nog heel wat andere gebouwen beschadigd natuurlijk, maar ook wegen, bruggen en spoorweginfrastructuur moesten eraan geloven. En Japan houdt ondertussen de adem in voor tyfoon Nanmadol, een storm die volgens kenners de zwaarste storm in jaren kan worden. De tyfoon verplaatst zich langzaam in noordoostelijke richting en zal zo goed als alle Japanse eilanden aandoen. Dinsdag zou Nanmadol ook de hoofdstad Tokio bereiken. De Japanse overheid heeft 4 miljoen mensen al gevraagd om hun huis te verlaten. Er wordt gevreesd voor heel veel regen, namelijk met overstromingen en aardverschuivingen. In en rond de zuidelijke stad Kyushu zitten nu al meer dan 90.000 gezinnen zonder elektriciteit. Bij een brand op de spoedafdeling in het Maria Middelares ziekenhuis in Gent is een patiënt om het leven gekomen. De man bevond zich in de isoleerkamer waar het vuur ontstaan is. Er wordt onderzocht of het om brandstichting gaat en of het slachtoffer dan zelf verantwoordelijk was. De brandgeur hangt er nog, hier aan het ziekenhuis Maria Middelares in Gent, nadat ze hier vanmorgen zijn opgeschrikt door een brand. Deze morgen om 5:30 hadden we een korte, maar heftige brand in een isolatiekamer op spoedgevallen, waarbij dat er 1 dodelijk slachtoffer valt te betreuren. Dat dodelijke slachtoffer is een man van 44 die in de isolatiekamer zat. Of die patiënt al of niet opzettelijk de brand heeft aangestoken, wordt nog volop onderzocht, zegt het parket, dat een onderzoeksrechter heeft aangesteld. De andere patiënten die op de spoed waren vanmorgen zijn overgebracht naar andere ziekenhuizen. Nieuwe patiënten kunnen voorlopig terecht in deze noodtentjes. Het is een acuut ziekenhuis waarbij de patiënten zich nog steeds aanbieden voor zorg. En afhankelijk van de zorgnood kunnen die toch nog hier lokaal geholpen worden in deze noodtenten. Is het ernstiger, dan worden die patiënten per ambulance overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt. De autoloze zondag loopt bijna af. Tot 7 uur vanavond nog zijn auto's niet welkom in 35 steden en gemeenten.
Dit is Gent bijvoorbeeld, waar voetgangers en fietsers de straten voor één dag helemaal mochten innemen. In Brussel hebben alle 19 gemeenten meegedaan. Dat was zo de grootste autoloze zone in heel Europa. En ook Antwerpen weerde vandaag de auto zoveel mogelijk uit de stad. Steden moeten op de eerste plaats voor de zachte weggebruiker heel aangenaam, gezellig zijn. En dat zijn ze op zo'n autoluwe of nog liever autoloze zondag. Hè. Ik ben uit Brussel en daar autoloze zondag betekent echt geen auto's in de stad. En hier raak ik maar zelf rond, overal auto's. Dus eigenlijk vind ik dat een beetje een fail. Om eerlijk te zijn, dat is een beetje teleurstelling van de dag. Die echt aangenamer ging zijn, maar ik merk weinig verschil met normaal. Op het WK wielrennen in Wollongong in Australië heeft Remco Evenepoel brons gepakt in de tijdrit. Een week na zijn eindzege in de Ronde van Spanje was hij een van de favorieten, maar de wereldtitel is net te hoog gegrepen. Evenepoel eindigt op 9 seconden van Tobias Vos. De Noorse revelatie verrast alle topfavorieten en mag de regenboogtrui aantrekken. De Zwitser Stefan Küng eindigt op de tweede plaats en de derde is dus voor Evenepoel. Derde op 10 seconden is natuurlijk wel heel kort. Maar ja, weer net niet, hè, voor ons land. Dat vind ik gewoon het meest jammer. Al 3 jaar op rij, of 4 jaar ondertussen op rij, dat we op podium staan. En, we hadden telkens heel kort geweest en nu eigenlijk ik ook op 10 seconden maar. Maar ja, ik denk, mijn waardes zijn veelbelovend ook voor het vervolg van dit WK nog. Bij de vrouwen volgt Ellen van Dijk zichzelf op als wereldkampioene tijdrijden. De Nederlandse, 35 jaar ondertussen, reed al een maand geen wedstrijden meer om zich helemaal op deze tijdrit te concentreren. Dat heeft geloond dus. Dit is het podium. Brons voor de Zwitserse Marlen Reuser. Zilver voor de Australische Grace Brown. En het goud is voor de derde keer ondertussen al voor Ellen van Dijk dus. Dat is het al voor nu. In het volgende journaal gaan we fruit plukken in Brugge. Want inwoners mochten in de boomgaarden van de stad appels en peren gaan plukken vandaag. 5 kilogram per gezin, helemaal gratis. Dat is welkom in crisistijden natuurlijk. Maar ook een mooie kans om oude vergeten fruitrassen te proeven. Een verslag daarover, over een uurtje ongeveer. Tot dan!